Rico, je gaat voor de 8e keer proberen je titel te verdedigen. Voel je extra druk? Nee, eigenlijk niet. Het is altijd spannend. Of nou de eerste, de tweede of de derde keer is. Of in dit geval de 8e keer. Ja, maakt eigenlijk letterlijk niks uit. Het is altijd spannend. En je gaat de ring in en je gaat een gevecht aan. Dat is gewoon dat is heftig. Guto, Rico, he defended the title 8 times. 7 times. It's gonna be his 8th time. Did you prepare on this game otherwise than different? Normal? Sure. Always when I didn't have any opponent, so I was training to be the champion. And everybody knows his game and I'm ready for him. En wat voor band heb jij met Guto, tegenstander? Wat voor band ik met hem heb? Geen. Ken je hem goed? Of? Nee. Ja, ik ken zijn gevechten. We kennen elkaar van de evenementen waar je allebei vecht. Bijvoorbeeld dat je elkaar ziet, elkaar de hand schudt. Ik heb altijd respect voor mijn tegenstander. Want ik heb respect voor jou, omdat jij... Ik weet wat je ervoor moet doen om die ring in te stappen. En überhaupt om het hart te hebben om de ring in te stappen is al een hele grote... is iets heel heftigs. Dus... Weet je, dus ik respecteer hem, maar op het moment dat we de ring instappen is het zakelijk. How well do you know him? I do very well, you know. He's fighting a lot. I saw a lot of fights of him. And I know him. And what are his weakest points? I think he has a lot of weakest points, you know. It's too much to tell you everything here. Tell me. No, it's too much. Yeah. What is his most important weakest point where you think like I can beat him on that point? He's a Dutch style fighter, right? So I will use my game. My game is a ant game for the Dutch style. So if you say what's going to be your tactic for next week, how is it going to be? My tactic is to use a lot my thug kickboxing. I will move. I will make him lose everything over there. En dan stap je de ring in en waar liggen zijn zwakke punten? Zijn zwakke punten liggen vooral in uithoudingsvermogen. Maar heeft hij net gezegd dat hij daar flink op getraind heeft, dus ik ben benieuwd. En hoe heb je je voorbereid op dit gevecht? Ik heb me voorbereid op dit gevecht eigenlijk niet anders dan andere gevechten. Gewoon gefocust. Ik heb een bepaalde manier die ik gebruik om fit te worden, die werkt. En ja, daarnaast kleine gameplan changes natuurlijk, verandering omdat... het is Guto nu en die heeft een bepaalde vechtstijl en daar passen we op aan en dat is het. You're playing in his home. How does that feel for you? Yeah, it's my dream to fight here in Amsterdam, in a Amsterdam Arena. It's a dream come true for me. And I'm ready to come here and fight against everybody. I don't care about who is cheering for him. I'm ready. Say everybody, do you already know who's your next opponent? I don't know. I'm focused on Rico. Ik zeg, volgende week speel je eigen huis in de Johan Cruijff Arena. Dat moet toch een speciaal gevoel hebben? Ja, dat is heel speciaal. Het is lang geleden dat ik hier gevochten heb. Ik heb hier 2 of 3 keer gevochten, tussen de 8 en 10 jaar geleden. Dus dat is lang geleden, dus ik ben blij dat we terug zijn. Dus dit gevoel gaat heel speciaal zijn. En natuurlijk de eerste keer dat ik hier in de Amsterdam Arena een headliner pak. Dus heel trots op. And is there like someone you say like I want to fight him for sure, like in your career? Yeah, sure. I want to beat Rico right now and then fight Badr Hari or anyone, you know. Is that an invitation for Badr? Sure. Yeah, Badr. Please give him the honor to fight against you. Wat is jouw ideaal einde van de wedstrijd? Ideaal einde van de wedstrijd is dat Guto opgeeft. Dus hij heeft niet per se knock-out, maar vooral opgeeft. Dat hij merkt, te moe, te veel pijn. Dat hij denkt van, wat doe ik hier? Dit gaat niet werken vandaag. Dus dat zou het ideale einde zijn voor mij voor deze wedstrijd. Ik ben blij dat we hier zijn in de Amsterdam Arena. Voor het eerst voor mij in mijn wedstrijd op een open netwerk, Veronica. Dus super trots op, dus ik kan niet wachten.